Maar ik kan me voorstellen dat ik beter bij Feyenoord had gepast dan bijvoorbeeld Gert-Jan. Waarom? In die periode. Door hetgeen, door de mens die je bent. Goedendag beste kijkers. Vandaag vanuit het altijd mooie Breda in Brabant. Bezoek ik iemand die vooral op dit moment bezig is als analist. Vaak op televisie te zien. Maar hij heeft ook wel een aardige cv als het gaat om trainer zijn. En dan heb ik het over Robert Maaskant. Robert Maaskant. Hey, hoor ik nou zeggen dat het een stier is? Ja, wat is het dan? Neushoorn. Neushoorn. Robert. Waar zijn we? Waar heb je me mee naartoe genomen hier in het kinderlokkerbos? Echt, jongen. Kom daar weer aan. Wat een raar parkje. We zijn hier in het prachtige Breda, in het Ginneke. Uh-huh. Een van de leukste wijken van Breda. Je bent op het moment bij veel als analist te zien. Hoe bevalt je dat? Ja, fantastisch. Dat vind ik echt heel erg leuk. En ik ben ook aan het kijken of ik dat steeds meer en meer kan doen. Hè. Ik doe ESPN natuurlijk veel. Bij Rijnmond doe ik het veel. Ja, ik doe veel mediawerk en ik probeer het ook uit te breiden. En je hebt niet de stress van de negativiteit van al die dingen die op je afkomen als fulltime trainer of als fulltime technisch directeur. Wat ik dan overigens nog wel ambieer hoor. Een technisch directeur zou ik nog wel heel leuk vinden in betaalde voetbal. Wanneer kwam het besef bij jou van, ik wil wel trainer worden? Met 12 toen deed ik de voetbalkampen, Deal Curver voetbalkampen. En daar gaf ik al trainingen. En dat heeft bij mij dat sparkje gegeven van, nou, dat wil ik gaan doen. Dus ik had mijn oefenmeester 1 diploma op mijn 19e. Toen werd ik trainer assistent bij Zwolle. En toen trainde ik al de landelijke A-jeugd van PEC Zwolle toen die tijd. Uiteindelijk begin jij op eigen benen te staan als hoofdtrainer bij RBC Roosendaal. Hè? Ja, want ik kan me nog herinneren dat je in je periode bij RBC zelfs genoemd werd als mogelijke bondscoach. Maar dat was wel mooi. Dat was ook de periode dat ik ging trouwen op een gegeven moment. En toen hadden mijn vrienden, die konden daar ook wel om lachen. Die noemden mij ook gewoon de bondscoach namelijk. En die hebben me toen in een oranje trainingspak gehezen. En toen hebben we een grachtentocht gemaakt. Moest ik met een beker voorop gaan staan en overal die beker laten zien. En dus wij konden er wel om lachen, weet je. Ik heb altijd wel de realiteitszin gehad. Ik heb wel de ambitie geweest, hè, maar altijd realistisch geweest. In de zin van, ik vind dat je in Nederland een goede carrière opgebouwd moest hebben. Dan bij een topclub gewerkt hebben. Dan in het buitenland bij een goede club gewerkt. En dan pas de stap maken als bondscoach. Ja, uiteindelijk maak je een transfer van RBC naar Willem II. Je haalt daar de bekerfinale. Ja. Je haalt Europees voetbal. En het seizoen erop, een aantal maanden later, word je ontslagen. Nou, daar had ik het wel moeilijk mee, want het was mijn eerste ontslag. Ik moet zeggen, toen kwamen er toch wel wat tranen in mijn ogen vanuit de emotie. En ik ben toen 's nachts met mijn huidige vrouw naar het stadion gereden. Heb ik mijn spullen weggehaald, leeggehaald. Dat ik niet de volgende dag zo lullig met een doosje voor de camera moest staan van je moet weg. En achteraf gezien is dat ook wel voor mijn carrière een breekpunt geweest. Ik kon toen naar Heerenveen toe. Sportief gezien had ik misschien beter naar Heerenveen kunnen gaan. Die toen ook al hoog speelde, maar ik voelde dat niet. En dat heeft ook wel echt impact gehad. Nou, wat voor impact? Nou ja, om een voorbeeld te geven, dat Gert-Jan Verbeek werd toen trainer bij Heerenveen. Die het heel goed deed. En die is later naar Feyenoord gegaan. Maar ik kan me voorstellen dat ik beter bij Feyenoord had gepast dan bijvoorbeeld Gert-Jan. Waarom? In die periode. Door de mens die je bent. Dat heeft toch ook wel te maken. Sommige clubs moeten ook wel kijken naar wie trek je aan. Weet je wel? En je past niet overal. Maar toch, maar misschien wel had ik die stap maar kunnen maken naar Heerenveen. Dan had ik nu wellicht op die stoel van Verbeek bij Feyenoord kunnen zitten. Dat is wel eens door mijn hoofd heen gegaan. Er is helemaal niet gezegd dat het zo zou lopen. Want misschien had ik bij Heerenveen wel vreselijk gefaald. Juist omdat het niet geen goede match was. Als ik aan Robert Maaskant en NAC Breda denk. Dan springen er bij mij twee dingen een beetje op de voorgrond. Het moment dat jij een dugout helemaal helemaal kort en klein slaat. Waarom deed je dat? We speelden tegen Dordrecht thuis. Op het moment dat we die wedstrijd hadden gewonnen, waren we over Heracles heen gegaan. En die kregen we die week erop thuis. Waardoor Heracles van ons had moeten winnen. Anders hadden wij ons veilig gespeeld. En wij stonden voor de rust hadden we echt met 7-0. Dat was niet overdreven. We hadden echt met 7-0 voor moeten staan. En we stonden maar met 1-0 voor. En toen na de rust kantelde die wedstrijd. Waardoor het uiteindelijk gelijk werd. En dat was het moment dat ik zo kwaad werd, dat ik mijn frustratie afreageerde op een onbreekbare ruit.
die blijkbaar toch te bereiken was. Die andere gedachte die ik bij jou in NAC krijg, is dat moment vertrek je naar Wisla Krakau. Hoe kijk je daarop terug? Nou, financieel was dat zeer aantrekkelijk, de sportief was dat zeer aantrekkelijk. Dus voor mij is dat toen niet zo'n enorme moeilijke keus geweest. Zou ik iedereen aan kunnen raden. Nou ja, simpelweg werd ik kampioen. En als je wint is alles leuker. Ja, dat is een van de onvergetelijke momenten die je dan meemaakt. Europees voetbal halen met NAC is fantastisch. Met Willem II is fantastisch. Promoveren met RBC is fantastisch. Maar kampioen worden van een land, welk land dan ook, is altijd geweldig. Je vertrekt op dat moment dan weer terug naar Nederland. FC Groningen. Ja. FC Twente uit in de catacomben. Ja. In de rust volgens mij. Ja. De Johansson, die kan nog geen kut dekken. Ja. Verdomme man. Vertel, hoe kijk je daar nu op terug? Nou, dat was een bewuste keus. Ik had oneenigheid met Henk Veldmaten en Hans Nijland over de kwaliteit van de selectie. Nijland en Veldmaten stonden in diezelfde spelersgang. En toen heb ik die tekst heel bewust geroepen. Ja, want inderdaad, het is wel lullig dat het over de rug van die jongen dan eigenlijk gaat. Dat is ook zo. En dat moet je ook nooit, dat moet je ook nooit doen. Maar het ging ook niet over hem. Nou verloren we daar wel dik trouwens door 3 fouten van hem die nogal opzichtig waren. Dus, oh nee, dan is het terecht. Dus, kutspeler. Het was niet onwaar. En dan het andere wat me te boven springt bij Groningen is Serdar Gusebuyuk die op je afrent. Ja. Met de respectband. Die week ervoor was de grensrechter tegen zijn kop geschopt. Die was overleden. Dus het was een enorm thema en een terecht thema. Amateurvoetbal, was het gebeurd? Serdar die had voor zichzelf voorgenomen dat hij daar een statement over wilde maken. Oh, echt? En dat ging eigenlijk ten koste van mij. Ik stond langs de kant en ik riep echt alleen maar hey. Dus ik heb geen scheldwoord gebruikt. En toen kwam hij echt over 60 meter aanrennen. Om dat bandje te laten zien. Ja, ik ben toen als Serdar Gusebuyuk naar de carnaval geweest. Volledig mijn haar in de gel gegooid. Respectbandje mee. En overal voor ieders neus gestaan met dat bandje op die manier. Vet man, toch die zelfspot. Ja, nee, natuurlijk wel. Je moet ook een beetje om jezelf kunnen lachen. En ik moet zeggen, ik ben hartstikke goed met Serdar. En ik vind het ook een goede scheidsrechter.